In een wereld vol dreiging zijn er mensen die zich voorbereiden op het allerergste. Deze preppers met hun voorraadkasten vol aan voedsel en bunkers gevuld met voorzieningen zijn vastbesloten om te overleven, wat er ook gebeurt. Peter Keller is zo'n iemand die een geheime bunker bouwt en dit ook verborgen houdt voor zijn familie. Het is zijn mysterieuze schuilplaats waar hij duistere plannen maakt en dit alles opneemt op video. In het dagelijks leven mag Peter zich dan wel voordoen als de ideale familieman, maar eenmaal in zijn geheime bunker laat hij tegenover de camera zijn ware aard zien. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Mysterie. Ik ga vandaag een zaak met jullie bespreken, waarbij wederom echt ontzettend veel beeldmateriaal bij te zien is. En waarom? Omdat de moordenaar binnen dit verhaal zijn plan van tevoren een soort van heeft gevlogd. Hij heeft het niet gedeeld met de buitenwereld, maar hij heeft zijn camera gepakt en zijn plannen, zijn duistere gedachten gedeeld met de lens. En dat is als buitenstaander alleen al ontzettend raar en grimmig om op terug te kijken. Ik zal straks alle details met jullie delen, maar we hebben natuurlijk ook een podcast gemaakt over de zaak van Peter Keller. Mocht je die willen beluisteren, dan kan dat via de app Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl/moordkast om je aan te melden. Nieuwe leden krijgen namelijk de eerste 30 dagen gratis. Dus zorg ervoor dat je snel lid wordt en luister daar onze podcastafleveringen vooral terug. Het is natuurlijk tijd voor de shout-out van deze week. Elke week kies ik een comment uit onderin de reacties waarvan ik denk, die verdient een shout-out. Als je het wil hebben over de zaak of vragen aan me hebt, zorg ervoor dat je een reactie plaatst onder de hashtag SOnnedy. En wie weet neem ik jouw reactie de volgende video wel mee. En deze keer is de shout-out voor Panterpoesmama. Ook in Zuid-Korea blijf ik kijken naar jouw interessante video's, ook al moet ik 8 uur langer wachten wegens het tijdverschil. Mijn vraag is, welke zaak zou jij het liefst opgelost willen zien? Eigenlijk liefst natuurlijk alle zaken die onopgelost zijn. De zaak van vorige week, het Dyatlov Pass incident. Dat lijkt me toch wel heel prettig om te weten wat er is gebeurd. Maar dat heb ik ook met de Isdal Woman. Het zou heel fijn zijn als zo iemand een naam krijgt. Als iemand niet eens is geïdentificeerd, waar moet je dan mee beginnen? Ik zou heel graag de Isdal Woman opgelost willen zien. En natuurlijk de zaak Hannie Bakker. We hebben dit natuurlijk in samenwerking destijds gedaan met de Nederlandse politie. Daar hebben we een aflevering voor gemaakt voor Moordkast. Maar ook hier op Misdaad en Mysterie heb ik er aandacht aan besteed. Hannie Bakker is er sowieso eentje waarvan ik denk, nou, die verdient echt een oplossing. Eigenlijk natuurlijk alle zaken. Ik ben eens benieuwd naar jullie. Welke zaak zouden jullie heel graag opgelost willen zien? Laat het mij vooral weten. Maar we gaan het natuurlijk vandaag hebben over deze zaak. De zaak van Peter Keller. Van A tot Z een opgeloste zaak. Eentje waar je nekharen van overeind gaat staan. Omdat deze man gewoon zijn plannen heeft gevlogd. Heel cryptisch wel, maar ik ga het jullie laten zien. Want deze video's zijn gewoon overal wel te vinden op het internet. Als je deze man ziet, dan zie je dat hij in zo'n put zit waar hij niet uit kan komen. Dat hij zo ver afstaat van de realiteit. Echt, dat hou je niet voor mogelijk. Houd er dus rekening mee dat er in dit verhaal zelfmoord voorkomt. Dat iemand zichzelf van het leven berooft. Er komen moorden in voor. Maar ook natuurlijk het onderwerp mentale gezondheid. Deze man is duidelijk niet helder. En dat ga ik jullie wel laten zien. Mocht dit onderwerpen zijn die je triggeren, zorg ervoor dat je deze video wegklikt. En ben je onder de 12 jaar oud, wil ik je sowieso verzoeken dit filmpje gewoon even te gaan verlaten. Het is niet voor jou, je bent te jong. Kom maar terug als je 12 bent. Er valt echt heel veel te vertellen over dit verhaal. Peter Keller en zijn gezin, het is echt zeer schokkend. Dus ga ervoor zitten, pak een kopje thee, maak het jezelf zo comfortabel mogelijk. Want dit verhaal, dat is allesbehalve comfortabel. Dat kan ik je wel vertellen. Ik ga jullie heel snel het verhaal vertellen over Peter Keller. De moordenaar die zijn plannen voor de moorden beraamde met de camera. Peter Keller wordt geboren op 5 februari van het jaar 1967 en hij groeit op in een plaatsje genaamd North Bend. North Bend, dat ligt in de Amerikaanse staat Washington. Hij zou zijn opgegroeid in een vrij doorsnee gezin, hoewel hij later beweert dat hij toch een traumatische jeugd zou hebben gehad. Waarom dat in zit, daar ben ik niet achter gekomen. Eenmaal op de middelbare school ontmoet hij de liefde van zijn leven. Het is een vrouw genaamd Lynette Rocha Keller. En Lynette is echt een prachtige vrouw om te zien.
als zij Pieter ontmoet, moet ze eerst nog helemaal niks van hem weten. Dus Lynette ziet er nog niks in. Maar er komt later verandering in als ze elkaar later in het leven weer tegenkomen. Dan slaat de vonk uiteindelijk toch over. En voor Pieter is die vonk een enorme steekvlam. Als ze nog maar een maand verkering hebben, begint hij al over trouwen en kinderen. Het wordt heel serieus, maar ook heel snel. Na 3 maanden vraagt hij Lynette ten huwelijk. En Lynette zegt ja tegen Pieter. En ze stappen het huwelijksbootje in. Het duurt dan niet lang voordat ze hun dochtertje krijgen. Dat gebeurt op 28 juni 1993. En die dochter noemen ze Kayleen. Kayleen Nicole Keller, om precies te zijn. Lynette is 23, Pieter 26 als ze het kindje krijgen. Ze zijn dolgelukkig met haar. En Kayleen wordt eerst nog geboren in de staat Oregon, in het plaatsje genaamd Portland. Als ze nog heel klein is, verhuizen ze terug naar North Bend, in Washington dus. Daar waar Pieter Keller zelf opgroeide. Een vertrouwde plek dus voor Pieter. En daarbij, het is gevuld met prachtige landschappen en natuur. Het is een ideale plek om een dochter te laten opgroeien. Maar goed, tot zover de geschiedenis van het gezin Keller. We gaan even een grote stap vooruit naar het jaar 2012. Pieter is 45, Lynette 41 en wordt dat jaar 42. En dochter Kayleen, dat is inmiddels al een grote jonge dame, want zij is 18 jaar oud. Er loopt thuis ook nog een viervoeter rond, een trouwe viervoeter. Ze hebben het gezin uitgebreid met een schattig zwart hondje. En Pieter zit op dat moment qua werk in de computers. Hij knapt computers op voor mensen. Hij is dus thuis degene die geld in het laadje brengt. En voor Lynette is dit een uitdaging, omdat zij lichamelijke problemen heeft, waardoor ze niet al te zwaar en veel werk kan verrichten. Daarom komt het financiële aspect toch wel neer op de man binnen het gezin, Pieter. En dat zorgt natuurlijk ook weer voor de nodige druk bij de vader. Dochter Kayleen zit dan in het laatste jaar van haar middelbare school, van high school. En ze had daarna al haar vervolgtraject uitgestippeld. Ze zou namelijk verder gaan studeren aan het Bellevue College. En met die studie zou Kayleen gaan beginnen in het najaar van 2012. Ze heeft voor na school een leuk bijbaantje gescoord. En dat is echt een bijbaantje die ik ook zeker wel zou willen, nog steeds. Ze test namelijk videogames uit. En daar wordt ze voor betaald. Hoe vet is dat? Waar kan ik tekenen? Ik wil ook. Dit baantje heeft Kayleen niet zomaar. Ze is gek op videogames en het is ook haar droom om videogame designer te worden. Dus ze wil dolgraag videogames ontwerpen. Later als ze groot is. Ze is al groot. Maar goed, hè, dat is het plan voor in de toekomst. Naast bezig te zijn met gamen bakt Kayleen regelmatig de lekkerste koekjes en is ze dol op de natuur. Ze gaat er dan ook graag op uit, hè? De natuur in met haar vrienden, vriendinnen, met het hondje. Verder is het echt een onwijs lieve meid die zelfs een spin nog geen kwaad doet. Die zet ze zelfs nog buiten als het moet. Het is echt een meid met een groot hart. En zowel met vader als moeder heeft zij een ontzettend goede band. Kayleen heeft in 2012, in die periode dus ook een vriendje. Het is een 19-jarige jongen genaamd Carson Brammer. Samen zijn ze dol op gamen. Dat doen ze dan ook veel, hè. En ze hebben in die periode 1 jaartje verkering. Dus ze gaan al even met elkaar. Carson sleept regelmatig zijn 32-inch beeldscherm mee naar Kayleen, zodat ze samen kunnen videogamen. Ze zijn vooral dol op adventure games, waarin ze de mooiste virtuele werelden samen kunnen ontdekken, zoals Portal, Skyrim. Daar zijn ze gek op. Dan even over de moeder binnen het gezin, Lynette Keller. Lynette is een hele lieve sociale moeder. En vooral ook een hele creatieve vrouw. Ze is dol op knutselen en ze is daar ook echt goed in. Ze is er heel actief mee bezig. Ze maakt vooral papieren kunstwerken en ze is ook lid van een bepaalde knutselgroep, een soort community, waar ze online ook haar kunstwerken mee deelt. Ze heeft ook nog eens een speciaal YouTube-account waar ze haar volgers of die community laat zien wat ze allemaal gemaakt heeft. En zo verkoopt ze nu en dan ook dingetjes online of staat ze ergens op een markt met haar kraampje, met haar spulletjes die ze in elkaar heeft gefreubeld. Echt ontzettend leuk om te zien hoe gepassioneerd zij erover is. Wat ze voornamelijk verkoopt zijn papieren, zelfgemaakte bloemen. En zo draagt ze ook wat bij, hè, aan de maandelijkse kosten van het gezin. Op haar YouTube-kanaal deelt ze niet alleen maar haar knutsels, maar ook deelt ze redelijk wat over haar persoonlijke leven. Terwijl ze iets creatiefs aan het doen is bijvoorbeeld, of iets laat zien, vertelt ze over het huwelijk met haar man of andere dingen. Ze geeft echt wel een open inkijkje in het gezinsleven en hoe het eraan toe gaat. And I'm going to tell you about my love story. It's pretty funny. Let's see. I met him when I was in high school. And I really was like, no,
Sorry. And we had just, our friends are, had gotten together. Our friends are the same. But it was weird. We hadn't seen each other for the 2 years. And so when I saw him, he was just so sweet and just different. Lynette is ook veel bezig met scrapbooking. Dat is het bijhouden en het maken van een plakboek met allemaal stickers en hele vrolijke ditjes en datjes. Mensen kunnen er echt zulke mooie dingen van maken. Daar sta je echt versteld van. Lynette was hier weg van. Dankzij haar hobby en online hobby ook heeft Lynette redelijk wat vrienden gemaakt. Sowieso was het iemand die heel snel met iemand wel overweg kon. Ze was ontzettend sociaal. Naast knutselen is ze dol op Mexicaans eten en is ze gewoon graag bij haar gezin. Ze is echt een moeder die er altijd is voor het gezin, altijd klaarstaat. En ze is een echt familiemens. Daarnaast is ze gek op haar man Pieter. In haar video's is dat ook wel terug te zien. Hè? Ze heeft het vaak over hem in positieve zin. Ze praat ontzettend liefdevol over hem. Hij zorgt goed voor haar, verwendt haar regelmatig met cadeautjes. En die cadeautjes bestaan meestal uit hobby-spulletjes waar Lynette vervolgens heel blij mee is. En dan over de man binnen dit gezin, want Pieter Keller had ook een bijzonder hobby, op z'n zachtst gezegd. Hij bouwt al minstens 8 jaar aan een ondergrondse bunker midden in de natuur. Niet zomaar een bunker, maar één waar je langere tijd kan overleven als de pleuris uitbreekt. Als de wereld wordt overgenomen door aliens of als we een of andere gekke ramp krijgen, een zombie-apocalypse of whatever. Dan heeft Pieter toch een bunker waar je u tegen zegt. Pieter is een echte survivalist of prepper, zo kun je het ook noemen. Hij houdt zich bezig met het overleven en voorbereiden van noodsituaties. Denk je bij aan natuurrampen of een andere ramp wat ervoor zorgt dat het normale leven ontregeld raakt. Hij heeft dan zijn veilige bunkertje. Hij heeft dit ook echt gebouwd om zich voor te bereiden op zo'n ramp. En later noemt hij deze bunker Camp Keller. Het is een hobby waar je in ieder geval helemaal in opgaat. En zijn spaarcenten ook. Pieter doet dit niet in zijn achtertuin, maar op een locatie die mensen niet zo snel kunnen vinden. Hij koos een plekje voor uit die redelijk verborgen ligt aan de zijkant van een ravijn, genaamd Rattlesnake Ridge. Klinkt ook wel duur, hè? Rattlesnake Ridge. Klinkt ook wel een beetje creepy. Maar daar heeft hij dus zijn projectje gebouwd. Het is echt een afgelegen plek waar vrijwel niemand komt. Hij heeft er ook al voor gezorgd dat het pad, die enigszins begaanbaar is, dat daar dus allemaal takken overheen komen te liggen, zodat mensen dat pad niet volgen. Er staan verder ook best wel veel bomen en struiken. Daardoor is dit gewoon de perfecte plek, hè, voor zijn bunker. Ook van een afstandje is zijn ingang niet te zien. Dus hij heeft het perfect voor elkaar als de pleuris uitbreekt. Pieter rijdt dus regelmatig heen en weer om zijn spullen heen en weer te brengen. Gaat dan meestal om proviant of materialen, want natuurlijk bouw je zo'n ding niet zomaar. Meestal gaat hij daarheen, in het weekend of op een vrijdag en heel soms ook door de weeks. In ieder geval is hij minimaal 1 dag in de week compleet kwijt aan het bouwen van die bunker. En hij blijft daar gemiddeld zo ongeveer 9 uur rondhangen, een hele werkdag. Dus hij is er wel echt zoet mee. Die locatie van Pieters bunker is niet begaanbaar met de auto. Dus hij moet echt wel flink wat kilometers afleggen met al die spullen. En dat is niet niks. Het laatste stuk, volgens mij is dat 1 uur lopen, moet hij altijd te voet afleggen. Hij neemt daarom steeds een rugzak mee waar 15 tot 20 kilo in kan. Maar als je ziet wat hij daar allemaal heeft staan, dan denk je echt, hoe heeft hij dat allemaal daarheen kunnen krijgen? Dat is echt intens. Ik vind het gewoon bijna knap te noemen. Er gaat natuurlijk ook een hoop geld in de bunker zitten. Hij heeft er op een gegeven moment iets van $1000s wel ingestoken. En niet alleen geld, maar ook behoorlijk wat manuren zit erin. Pieter doet dat allemaal in zijn eentje. Maar goed, 9 uur per week, jarenlang, dan kom je wel een heel eind. Maar dat is echt een behoorlijke klus, hoor. Pieter heeft voor zijn bunker een inham gegraven aan de zijkant van een soort ravijn. En op sommige plekken gaat hij zelfs door het steen heen. Voor het bouwen van de binnenkant van de bunker gebruikt Pieter vooral dikke bomen van ongeveer 50 jaar oud met ongeveer 40 centimeter doorsnee. Dus dat is nogal wat. Die zaagt hij ter plekke met een kettingzaag op de juiste groottes. Hij bouwt bijvoorbeeld een stellage die uiteindelijk een soort ondergrondse blokhut zal vormen. En alles zet hij vast met gigantische schroeven en pinnen. En langzaam, door de jaren heen, heeft die bunker vorm gekregen. Maar er zit echt werk in. Dat is niet normaal. Dat is ook wel te zien, hè? Uiteindelijk heeft die bunker maar liefst 2 verdiepingen zelfs. Het is ontzettend uitgebreid. Uiteindelijk is Pieter vooral bezig met de laatste puntjes op de i te krijgen. Dat houdt in dat hij vooral een voorraadje aan het sparen is. Met spullen, potten, pannen, blikken, voer. Dat soort benodigdheden om te kunnen overleven. En dat stalt hij daar. Dus hij staat echt aan het hamsteren.
Het bouwen en bevoorraden van de bunker. Ik las dat hij dat vrij stiekem deed. Maar ik kan me niet voorstellen als je minimaal 9 uur per week aan zo'n project werkt, in het weekend ook nog, dat het onopvallend gaat. In ieder geval wil hij aan de buitenwereld vrijwel niks laten weten. Maar zijn gezin en directe omgeving schijnen wel om en nabij te hebben geweten dat hij met een bunker bezig was. Kan ook niet anders, want waar is hij anders al die tijd? Ze weten in ieder geval dat hij bezig is met een fort in het bos. Hij gaat daar gewoon niet heel diep op in. Kan ik me ook voorstellen dat je iemand ook gewoon lekker zijn gangetje laat gaan. Pieter verzamelt niet alleen spullen voor in zijn bunker, maar hij haalt ook best wel die spaarrekening van het gezin leeg. Of in ieder geval, hij betaalt best wel veel van het gezinspotje in ieder geval. Hij spaart in het geheim in zijn bunker allemaal geld. Het is echt een geheim spaarpotje. Uiteindelijk zou hij daar toch wel duizenden euro's hebben liggen. Dus dat is nogal wat. Wat ook niemand weet is dat Pieter een videocamera mee het bos inneemt. En hij heeft nogal wat intieme momenten met die camera. Niet in de zin van iets goors. Maar hij vertelt gewoon alles aan de lens. Echt alles. Als hij weer aan de slag moet met zijn bunker, hij legt alles vast. Als een soort videoblogger bijna. Bijvoorbeeld dat hij bezig is met de bouw. Dan zie je hem weer stuntelen met van die enorme palen. Met boomstammen gaat hij in de weer. Als hij druk aan het graven is, hij pakt dat ding er voor alles bij. Hij filmt ook de binnenkant van de bunker. Op een gegeven moment noemt hij dat ook home sweet home. Dit lijkt wel de plek te zijn waar Pieter zich het meest op zijn gemak en het meest thuis voelt. Maar wat Pieter vooral in zijn video's doet, is zijn gedachten delen. Hij gebruikt de camera, de lens ook echt bijna als een soort dagboek. En de gedachten die hij deelt, die zijn vrij duister. Hij vertelt niet alleen over de plannen die hij heeft voor zijn bunker, maar ook echt wat voor gedachten hij erbij heeft. Hoe meer je van dit soort beelden bekijkt, hoe meer je toch tot de conclusie komt dat Pieter niet zo lekker gaat. Zo vertelt hij dat hij van jongs af aan al een huis onder de grond had willen bouwen, zodat hij niet tussen de mensen hoeft te wonen. Het is gewoon duidelijk dat hij niet happy is met zijn leven. Zijn leven vroeger niet, maar ook zijn leven in het heden niet. Pieter maakt deze bunker niet alleen om als prepper in te kunnen overleven. Er zit een veel donkerder plan achter. Een plan waar hij al jarenlang mee bezig is. En het zou zo kunnen zijn dat het laatste deel van het plan, zo vertelt hij in zijn video's op een gegeven moment, eraan zit te komen. Zo zegt hij in dat videodagboek het volgende en ik citeer: op dit punt weet ik nog niet wat er gaat gebeuren. Misschien word ik meteen betrapt. Het kan zijn dat ik binnen 2 weken dood ben. Of 3. Ik heb geen idee. Hij vertelt dat hij een ontsnappingsplan heeft en dat is voor hem de dood. En hij heeft er alle vrede mee. Al dus Pieter. Dat klinkt dus totaal niet goed, hè, jongens. Het klinkt vooral alsof deze man dringend hulp nodig heeft. Maar wat nou precies het plan is van Pieter binnenkort, wat hij dan echt gaat uitvoeren, dat blijft allemaal cryptisch. Die uitspraken die hij doet, die blijven dus vaag. Het heeft ook echt wel iets mysterieus als je het ziet. Hij zegt heel veel, maar toch weet je niet precies te achterhalen waar hij nou precies over praat. Het is allemaal zo ontzettend vaag. Zo vertelt hij op een gegeven moment in zijn video dat hij nog niet het deel van zijn plan heeft uitgevoerd waar hij het minst naar uitkijkt. Zo ongeveer over 3 maanden wil hij er echt mee beginnen, zo beweert hij. Hij zegt nog wel dat hij zich er bewust van is dat als dit plan is uitgevoerd, dat het ook voor hem de dood zou kunnen betekenen, hè? Dat hij eraan dood zou kunnen gaan. Ook weer echt heel vaag. Hij weet nog niet zeker wanneer hij dit alles gaat doen. Het kan weken duren, maanden duren, zelfs jaren. Hij is er nog niet over uit. Hij vertelt ook, het is mijn doel om de 10 jaar te halen. Dus hij wil 10 jaar onder de radar blijven. Een soort van, dat bedoelt hij ermee. Een 10-jarig verblijf in zijn bunker. En dit alles vertelt hij ook zonder enige emotie. Je ziet niks aan hem, het is vrij afgevlakt. At this point I don't know what's going to happen. I may get caught right away. Basically if I get caught I'm just going to shoot myself. So I mean I could basically be dead in 2 weeks or 3 weeks, I don't know. Mentaal gezien zit deze man echt niet op een goede plek. Het is ook niet dat iemand in deze tijd de beelden onder ogen kwam. Hè? Dit hield hij privé. Dit was een soort videodagboek voor als iemand hem zou vinden misschien. Maar hij heeft het nooit ergens geüpload, hè? Dat even duidelijk is. Niemand heeft dit zien aankomen. Terwijl Pieter druk is met zijn plannen, wat die plannen ook mogen zijn, gaat het gezinsleven voor Pieter wel gewoon verder. Ze lijken gelukkig met z'n allen. Het is een gezinsleven waar niet veel op aan te merken is. Ze hebben dan ook geen idee van Pieters duistere plannen of waarmee hij precies mee bezig is, hè, met die bunker. Zij kunnen niet in zijn hoofd kijken en ze merken ook niks vreemds aan deze man. Het is gewoon de vader en de echtgenoot die hij altijd voor ze geweest is.
Ook voor de buitenwereld lijkt het gewoon het perfecte gezinnetje. Zoals elk gezin. Hè. Het is gewoon doorstee. Het gaat gewoon lekker. En dit maakt dit alles zo schrikbarend dat iemand het zo goed weet te verbergen. Ik heb dat zelden gezien in de tijd dat ik dit nu 2,5 jaar doe. Ben ik misschien een paar keer of bijna nooit tegengekomen dat iemand zo goed die duistere kant weet te verbergen. Dat maakt Pieter alleen nog maar gevaarlijker. Want niemand kan aan de bel trekken als je niks aan iemand merkt. En dan valt het bijna niet te voorkomen wat komen gaat. Het enige wat vrienden, familieleden wel zien, is dat hij zichzelf wat meer terugtrekt en minder vaak afspreekt. Familieafspraken mist hij wel eens, verjaardagen en andere sociale activiteiten laat hij soms wel eens schieten. Hij is steeds meer bezig met zijn hobby en gaat er ook steeds heftiger in op. Dat lijkt hem vooral erg op te slokken, maar dat is dan ook echt het enige. En ik kan me ook wel weer voorstellen dat je hier als gezinnen ook niet meteen wat achter zoekt. Als iemand wat meer op zichzelf is en daar gewoon gezin in heeft, ja. Dat zegt dan ook weer niet genoeg eigenlijk. Daarbij hebben we ook nog heel wat familievideo's die zijn gemaakt, hè, binnen het gezin. Ook in die periode. En daarop is wederom te zien dat het gezin supergoed met elkaar omgaat. Ook is te zien dat Pieter een enorm masker draagt tegenover zijn dochter, tegenover zijn echtgenoot Lynette. Hij weet het echt te verbloemen alsof het een tweede natuur is. Niet normaal. Zo wordt dochter Kayleen gefilmd als ze geslaagd is voor haar middelbare school. En in een rood gewaad heeft ze haar diploma in handen. Ze staat er met een enorme bos bloemen. Vader en moeder maken grapjes. Moeder zegt dat ze nooit het huis uitgaat. Het ziet er gewoon uit alsof ze een leuk gezinnetje hebben. Je ziet Kayleen ook een beetje onverschillig op haar ouders reageren. Dat ze zich een beetje irriteert aan hun grapjes, zo lijkt het. Maar de sfeer lijkt gemoedelijk te zijn. En ook thuis worden wat homevideo's opgenomen. Dan zie je dochter Kayleen een beetje stoeien met haar vader. Of stoeien. Ze hebben een grappige conversatie met elkaar. Ze lachen wat. En er is niks aan te merken. Het zijn gewoon die normale vader-dochter momenten. Het is gewoon schattig. Ze hebben gezellige interactie. Dat kun je er vooral uit concluderen. Tot slot is ook moeder Lynette natuurlijk op video's te zien. Vooral op haar YouTube-kanaal. Je ziet wat voor warme, lieve vrouw dat is. En ik zei al dat ze op haar YouTube-kanaal niet alleen haar knutsels deelde, maar ook redelijk wat over haar persoonlijke leven en haar gezinssituatie. Hoe ze ook praat over haar gezin, over haar man, haar lieve hondje. Het is echt heel aandoenlijk. Ook vertelt ze op een gegeven moment over haar knutselkamer die Pieter speciaal voor haar gebouwd heeft. En dit vind ik wel een beetje een gekke, want ik heb op een gegeven moment een video van Pieter gevonden die hij opneemt in zijn bunker. Daar vertelt hij toch een beetje geïrriteerd dat zijn vrouw hem financieel leegtrekt. Terwijl hij haar vooral verwende met cadeautjes en zo'n knutselkamer. Dat kwam eigenlijk altijd uit Pieters eigen initiatief. Dus waarom hij dat dan zo zegt, dat vind ik heel vreemd. Zou hij dat dan in zijn hoofd zo zien? Ik bedoel, hij was hartstikke lief voor zijn vrouw. Hij gunde haar ook echt die cadeautjes. Hij kocht dat zelf. Puntje bij paaltje, je hoort dat Lynette ontzettend dol is op haar man. Dat hij haar steunt en dat ze dat ontzettend waardeert. De twee hebben na al die jaren nog steeds een hele goede band volgens haar. En dat maakt hem natuurlijk extra wrang dat Lynette totaal niet doorheeft wat voor duistere plannen Pieter in zijn hoofd heeft. Wat voor dingen hij allemaal aan het verhapstukken is daar in die bunker. Dan op een gegeven moment is de bunker van Pieter bijna klaar. Om je een idee te geven van hoe groot dat ding is. Het is maar liefst 6 meter hoog. En ik zei het al, het heeft maar liefst 2 verdiepingen. De onderste verdieping bestaat uit een smalle lange gang. Van ongeveer 1,5 tot 2 meter breed. En hier heeft Pieter meerdere planken gemonteerd. Daar heeft hij dus eten, drinken opgeslagen. Er staan flessen cola, blikken eten, flessen water, bonen, een soort ton met gerst. Het opvallendste van allemaal is een emmer gevuld met een soort candy bar. Een gepofte rijsnack met chocola en karamel. Hartstikke lekker. Die dingen heten 100 Grand Bars. Hij heeft er niet 100 in een emmer zitten, maar zo heten ze gewoon 100 Grand Bars. Net zoals Mars, maar dan met nogal wat lettergrepen. Ik denk dat dat zijn favoriete snack is en hij kan blijkbaar niet zonder voor een langere periode. Dus hij heeft een emmer vol staan met die dingen. Naast een grote hoeveelheid proviant om te eten en te drinken, heeft hij ook redelijk wat explosieven opgeslagen liggen. Niet normaal. Een heel arsenaal aan wapens en explosieven liggen daar. Gevarieerd van kleine pistolen tot aan grote jachtgeweren. Pieter heeft voor duizenden dollars aan wapens gekocht. Want stel je voor dat de wereld vergaat, dan moet je iedereen neerknallen. Misschien gelooft hij echt in de zombie-apocalypse, ik weet het niet. Hij heeft in ieder geval echt superveel wapens opgeslagen. En daarbij horen natuurlijk ook heel wat kogels. Dus munitie is er ook echt genoeg van op voorraad.
Deze liggen netjes opgestapeld op de plank aan de muur. He, dat zijn allemaal doosjes met kogels. Wat heeft hij er allemaal liggen? Verder is die bunker van alle gemakken voorzien. Hij heeft een soort zelfgemaakte kachel daar staan. Het is een aluminium vuilnisbak met gaten erin waar hij een vuurtje in maakt. Heel creatief. En daar kan hij zijn pannetjes op zetten en zijn 100 grand bars toasten. Ik weet het niet. Maar het houdt natuurlijk ook de warmte binnen. Hè? Dus het is ook nog eens een kacheltje. Dus hij kan daar en op koken en het wordt lekker warm. En daar heeft hij zelfs ook nog een eigen gefabriceerde schoorsteen aan gemaakt. Dus hij heeft overal rekening mee gehouden. Daarnaast heeft het een speciaal ventilatiesysteem. Er staat een enorme generator voor energie, hè, om daar elektriciteit op te wekken. En hij heeft zelfs een soort waterleiding aangelegd. Daardoor kan hij water vanuit een beekje in zijn buurt brengen. Hij heeft echt wel goed zijn best gedaan. Het is zonde dat hij zo'n duister plan had. Anders had je er nog wel respect voor kunnen hebben dat iemand zoiets maakt. Dat respect gaat verloren als je weet hoe dit verhaal eindigt. De bunker is voorzien van een opblaaspet, een matras, kussens, dekens en natuurlijk kleding. En al deze spullen heeft hij verzameld naar deze afgelegen plek. Op een gegeven moment neemt Pieter zijn laatste video op. Hij vertelt dat het nog 2 weken zal duren voordat hij uit de samenleving stapt en start met zijn project. Niet veel later verschijnt hij op werk, neemt hij vakantiedagen op met een rare mededeling. Hij zegt: wellicht ben ik volgende week terug, of de week daarop, of de week daarop, of misschien wel helemaal nooit. Dus dat is wel een rode vlag. Waarom zou je dat zeggen? Ja, ik kan me voorstellen dat die collega's dat hebben beschouwd als een grapje. Hè? Misschien kom ik wel helemaal nooit meer terug. Dat zou wel iets kunnen zijn wat ik zou zeggen op een kantoor. Maar goed, dan is het zondag 22 april 2012. Het is dan 's ochtends vroeg. Dochter Kayleen, echtgenoot Lynette, liggen nog in bed te slapen. En zij hebben niet door dat Pieter die ochtend al vroeg in de weer is. Pieter gaat eindelijk zijn plan uitvoeren. Hij heeft besloten dat dit de dag is, dat het moet gebeuren. En dat plan houdt in dat hij zijn dochter en zijn echtgenote van het leven berooft. Hij heeft een semi-automatisch wapen erbij gepakt met een demper die hij erop heeft geschroefd. Een demper zorgt ervoor dat als dat wapen afgaat, dat dat niet gehoord wordt, of eigenlijk amper. En terwijl zijn vrouw en zijn dochter liggen te slapen, gaat hij één voor één naast hun bed staan en schiet ze allebei door het hoofd. Dus Lynette en Kayleen hebben waarschijnlijk niks zien aankomen. Ze zijn totaal verrast in hun slaap. Ik mag toch hopen dat ze in hun slaap zijn gestorven en niet zijn wakker geworden vooraf, of dat ze nog even geleefd hebben. Ja, je hoopt dat het dan toch maar snel is gegaan, hè, in dit geval. Hoe gek dat ook is om te zeggen, maar wat verschrikkelijk. Niet alleen Kayleen en Lynette moesten ontgelden, ook het hondje werd dus doodgeschoten. Daarna wil Pieter zijn sporen uitwissen en besluit om het hele huis in brand te steken met benzine. Hij doet dit door een koekenpan met daarin een jerrycan benzine op het fornuis te zetten. En hij steekt het fornuis dan aan en gaat er als een haas vandoor in de hoop dat alles opblaast. Door de hitte vindt er uiteindelijk wel een grote ontploffing plaats in de keuken. Een deel van de keuken stort dan in. En vanaf daar slaan de vlammen ook uit op het dak. En dat wordt natuurlijk gezien door de buurtbewoners. Ook die explosie, hè, die wordt natuurlijk gehoord. Dus meerdere buurtgenoten besluiten om het alarmnummer te bellen hiervoor. Ze maken een melding. De brandweer komt al vrij snel ter plaatse. En het vuur wordt geblust. Tijdens het blussen komen die brandweerlieden erachter dat die jerrycans er staan, hè, met benzine. Dat is ontzettend riskant voor ze geweest. Er stonden namelijk nog meer jerrycans benzine verspreid door het huis heen in de hoop dat dat ook zou ontploffen. Dat is niet gebeurd, maar het had wel kunnen gebeuren terwijl die brandweerlieden daar ter plaatse waren. Dus moet je nagaan. Ze hadden geen idee wat voor gevaar hen eigenlijk te wachten stond. Gelukkig zijn die niet ontploft en is het vuur gewoon geblust. Maar wellicht hadden er wel doden gevallen onder de brandweerlieden als de jerrycans in vuur en vlam kwamen te staan. Naar idee. Nou, de brand is geblust, de schade wordt opgenomen en zo worden uiteindelijk de lichamen van Kayleen en Lynette gevonden in hun bed, in hun eigen slaapkamer. Gek genoeg las ik ergens op een bron dat in het haar van Lynette een huls van een granaat werd gevonden. Een soort granaathuls. Dus die lag in haar haar. De autoriteiten vragen zich natuurlijk vooral af, waar is Pieter Keller, de man van het gezin, gebleven? Want alleen de 2 vrouwen liggen in het huis, maar de man ontbreekt. En wat is daar dan precies de reden van? Er start in ieder geval meteen een grote zoekactie naar hem. Een paar uur na de brand wordt de auto van Pieter gevonden in het centrum van North Bend. Maar het vreemde is, de auto zit niet op slot. En daarbij hangt de sleutel gewoon in het contact, hè, van de auto. Dus dat is heel ongewoon.
Maar Peter zelf is nog nergens te bekennen. En er worden ook geen aanwijzingen gevonden tot nu toe waar Peter dan wel zou kunnen zijn. Rechercheurs gaan dan nog langs bij Pieters werkgever. En zij weten de agenten te vertellen wat voor gekke opmerking Peter nog had gemaakt. Hè? Over van, joh, misschien kom ik wel nooit meer terug naar werk. Het is een vreemde afspraak en het zou een grap kunnen zijn. Maar de politie gaat er dus wel vanuit, zo langzamerhand, dat Peter een dader is. Want als je zo'n opmerking maakt, dan zou dit misschien wel vooraf gepland zijn, zou je zeggen. Een van Pieters collega's weet te vertellen dat Peter nogal wat vuurwapens heeft. En welke vuurwapens Peter dan zo al in zijn bezit heeft. En dan komen ze erachter dat het om zwaar geschut gaat. Peter zou in bezit zijn geweest van dempers, speciale richtkijkers om grote afstanden te kunnen schieten. Dan zou je denken aan sniper-achtige taferelen. Maar ook nog eens in bezit zou zijn van hele krachtige geweren. En dat is natuurlijk ook een rode vlag. Een paar dagen later, het is dan 25 april, 3 dagen na de moorden, wordt Peter officieel aangemerkt als verdachte binnen dit onderzoek. De politie heeft inmiddels de woning van de Gellers onderzocht. Tijdens die zoeking zijn ze een opvallende kluis tegengekomen, waarin ook wel wat opvallende dingen worden gevonden, waaruit ze zouden kunnen opmaken waar Peter precies is. In deze kluis ligt namelijk een harde schijf van Peter. Peter had deze kluis trouwens op een kier laten staan in de hoop dat de inhoud mee zou ontploffen met het huis. Dat was natuurlijk zijn plan. En op deze harde schijf staan foto's die Peter heeft gemaakt van zijn bunker. In die kluis liggen verder nog schetsen en blauwdrukken van de bunker die hij heeft gebouwd. Dus de politie denkt, bingo, wij moeten die bunker zien te vinden. Want als we die bunker vinden, dan vinden we Peter daarin waarschijnlijk. Die schetsen dateren trouwens uit 2003, moet je nagaan. Het is dan inmiddels 2012. Dus zo lang is Peter al met die bunker bezig geweest. Ik weet natuurlijk niet hoe lang hij dit plan met zijn familie al heeft gehad. In ieder geval de bunker. Er staan ook best wel wat bizarre dingen beschreven op die blauwdruk. Dat hij een laboratorium zou willen bouwen in die bunker. Om later virussen te kunnen bestuderen. Ze achterhalen nog meer gegevens op Peter Keller in de hoop hem natuurlijk te vinden. Want ze weten nu dat er een soort geheime bunker ergens ondergronds midden in de natuur staat. Maar waar, dat is nog de vraag. Ze komen in ieder geval achter dat hij $6.200 heeft gepind. En dat pinnen deed hij op vrijdag 20 april, dus 2 dagen voor de moorden. Diezelfde avond, die vrijdagavond 20 april, zette hij ook zijn telefoon uit. Maar goed, Peter is natuurlijk gigantisch vaak in die bunker geweest. Dus de politie die leest zijn telefoongegevens uit om te kijken in welke buurt hij is geweest de afgelopen 3 maanden en welke zendmasten zijn telefoon heeft aangestraald. Wie weet kunnen ze dan in ieder geval een bepaalde straal omcirkelen waar ze moeten zoeken. Aan de hand van de locaties van die zendmasten en de foto's gecombineerd, komen ze op een bepaalde plek uit waar ze gaan zoeken. En ze denken dat ze op die plek goed moeten zitten. Ze vermoeden dat hij bij de Cascade Mountains is, in de buurt van Rattlesnake Ridge. En dat hij ergens in de buurt moet zitten van een watertoren. Die informatie hebben ze echt weten te halen uit heel intens speurwerk. Er is één probleempje. Doordat die collega heeft kunnen omschrijven wat voor wapens Peter allemaal in zijn bezit heeft, komen ze er ook achter dat die wapens niet in het huis liggen. Peter zou dus zwaar bewapend in die bunker moeten zitten. Ze worden in de slaapkamer van Peter en Lynette 2 lege dozen voor dempers aangetroffen. In de kamer ligt ook een doos met 22 kaliber kogels. Meerdere lege dozen van verschillende vuurwapens en gebruikte hulzen. En die wapens, ja, ontbreken inderdaad niet voor niets. Peter heeft natuurlijk een heel arsenaal aan wapens en explosieven opgeslagen in zijn bunker. Dus mochten ze de bunker gaan vinden, moeten die agenten toch de nodige voorzorgsmaatregelen gaan treffen. Ze kunnen daar niet zomaar binnen gaan vallen, want dan ben je daar ook mee bezig met gevaar voor eigen leven. Ze bereiden het in ieder geval helemaal voor en 3 dagen later gaan ze op zoek naar de bunker. Ook 2 rechercheurs worden dan op pad gestuurd. Zij gaan incognito, undercover als burgeren. Gewoon mensen die lekker aan het wandelen zijn. En dat doen ze natuurlijk expres om niet op te vallen en zodat als Peter ze in de gaten heeft, hen niet als dreiging ziet. In hun rugtassen zitten hun dienstwapens opgeborgen, hè, voor het geval dat. En dan op een gegeven moment komen ze bij verse sporen uit, dus verse voetsporen.
Het is meteen duidelijk dat het voetsporen zijn die gemaakt zijn met militaire laarzen. Ze gaan er eigenlijk meteen vanuit dat dit wel de omgeving moet zijn waar Peter zich ophoudt. Dus hè, die rechercheurs, die nepwandelaars, die melden dat weer bij hun korps. Dit doen ze via de telefoon en niet via walkie-talkies, omdat ze ook vermoeden, hè, Peter is een prepper. Hij heeft vast een radio en dan kun je ook gewoon walkie-talkies mee oppikken. Dus ze doen dat heel slim per telefoon. En de volgende dag gaat een speciaal SWAT-team naar de desbetreffende plek waar die sporen gevonden zijn. Ze banjeren, dat hele SWAT-team banjert zo ongeveer 7 uur door de bossen. Moet je eens nagaan, hè? Zo'n SWAT-team is echt ook heel zwaar bepakt en bezakt. Dus dat is niet niks, 7 uur in zo'n pak rondlopen. Ik heb er een beeld bij. Maar op een gegeven moment ruiken ze dat fornuis van Peter Keller, zijn bunker. Dat stinkding wat hij heeft gefabriceerd. Die rook komt natuurlijk uit de zelfgemaakte schoorsteen van Peter. Ja, daar komt een luchtje uit. En zo komen ze de bunker uiteindelijk toch echt op het spoor. Eindelijk, hè, het is zover. Dus de rest van het SWAT-team wordt op de hoogte gesteld. Ook eventuele pers die daar in de buurt zich ophoudt. Hè, dat gaat als een lopend vuurtje. Hun wordt dringend verzocht om verder geen geluid te maken. Niks aan zendingsapparatuur aan te zetten, want je weet me nooit. Radiostilte is echt een must. Want het is een dreigende situatie en het kan helemaal uit de klauwen lopen als ze niet uitkijken. Om te beginnen gooit het SWAT-team een traangasbom naar binnen om te kijken of daarop wordt gereageerd. En ze hopen natuurlijk dat Peter zo zijn bunker uit wordt gejaagd. Maar tevergeefs, Peter komt zijn bunker niet uit. Ik weet ook niet in hoeverre traangas, ja, dat kan toch niet anders dan dat je daarvan naar buiten moet rennen. Maar Peter kennende, Peter de prepper, had vast wel een gasmasker daarvoor. Dat kan ik mij zo indenken. Er is niks over te vinden, maar ik kan me maar één ding bedenken. Dat is dat hij daar echt wel op voorbereid was. Maar nu heeft Peter natuurlijk echt wel door dat hij omsingeld is. Want ja, zo'n traangasding, dat is niet dat je dat niet door hebt of zo. Dus ja, Peter die zit echt gewoon vast. Het SWAT-team is ook echt op het allerergst voorbereid. Het kan natuurlijk zijn dat Peter de aanval kiest. Later die nacht, hè, ze omsingelen dat ding, ze houden het in de gaten, horen ze vanuit de bunker een enorme knal. En je kunt wellicht wel raden wat hier uiteindelijk is gebeurd. Peter heeft zichzelf uiteindelijk doodgeschoten. Hij wilde niet gepakt worden door de politie. Dit was zijn plan. Hij heeft zich even op kunnen houden in die bunker. Maar zodra hij omsingeld werd, koos hij ervoor om het leven te laten voor wat het is. De politie doet wel heel voorzichtig. Hè? Ze weten nog niet zeker of het ook echt is zoals ze denken dat het is. Ze willen gewoon wel eerst een bevestiging hebben dat Peter zichzelf het leven heeft ontnomen. Ze kunnen nog niet zomaar naar binnen gaan, want hij zou ook nog steeds kunnen leven. Het zou ook een dwaalspoor kunnen zijn. Straks lopen ze een hinderlaag in. Dus ik weet niet hoe ze het hebben gedaan. Ze hebben een camera naar binnen gesneekt. Zo zag ik het op een bron. Gesneekt. Dus dan ga ik ervan uit dat ze het met een of ander touwtje of een of andere lap of stengel, hè, naar binnen hebben gebracht om te kijken of hij daar binnen was. Uiteindelijk hebben ze in ieder geval door middel van die camera kunnen zien dat Peter dood in zijn bunker ligt. Dus voor het SWAT-team is de kust veilig. Peter schoot zichzelf dood op de bovenste verdieping van zijn bunker en is daarna via zijn zelfgemaakte ladder naar beneden gevallen. Dus hij werd uiteindelijk doodgevonden op de onderste verdieping. Nou, er worden natuurlijk overal bloedspetters gevonden, op de planken aan de muur bijvoorbeeld. En als de bunker van Peter eenmaal wordt doorzocht, vinden ze ook de videotapes waar Peter dit alles op heeft vastgelegd. Dat videodagboek dat gaan ze nu uitgebreid analyseren. En dit is dan ook het bewijs dat Peter de moorden heeft gepleegd. En in de video's komt het ook naar voren, hè? Hoe diep Peter in zijn duistere gedachten zat. Je zou het toch best wel een depressie kunnen noemen, denk ik. Zo komt het wel op mij over. Hij ziet er doodongelukkig uit, de dingen die hij zegt. Het emotieloze, het afgevlakte. Ja, hij had gewoon helemaal geen gevoel meer voor die dagelijkse sleur. En werd daar ontzettend ongelukkig van. De wereld voelde voor hem niet als zijn plek. Dus dit is het leven waarvoor hij uiteindelijk wilde kiezen. Zo zegt hij in een van zijn video's dat het dagelijks leven hem de stuipen op het lijf jaagt. Hij wordt er echt gek van. Hij denkt liever aan het wonen en leven in de bunker gecombineerd met het overvallen van banken en apotheken. Het gaat wel echt alle kanten op. Dan is het leven tenminste niet meer zo saai, hè? Dus ja, hij wil leven in de bunker, maar hij wil nog wel wat reuring in zijn leven hebben. Daarom is hij van plan om dan banken tussendoor te gaan overvallen of apotheken. Als Lynette en Kayleen er niet meer zijn, hoeft hij in ieder geval niet meer aan ze te denken.
Hij wilde gewoon een leven leiden waarin hij buiten de maatschappij zou staan. En ik denk dat hij bijna hoopte op een wereldramp. Dat hij dit voor zichzelf waar kon maken. Daar lijkt het bijna op. Als er dan geen wereldramp zou komen, dan organiseert hij zelf wel een manier om aan zijn leven te ontsnappen. Het is dus overduidelijk dat Peter van plan was om alleen in zijn eentje in die bunker te eindigen. Je ziet ook, hè, hoe meer hij erover nadenkt, hoe meer dat plan in zijn hoofd gaat leven. En ook een eigen leven gaat leiden. Hij vindt dat er drastisch iets in zijn leven moest veranderen. En dat moest dit dan maar zijn. En dat wat hij ook gaat doen, hij zegt ook dat hij zich daar niet eens slecht over voelt. Het moet gewoon gebeuren. Het is zoals het is. Hij heeft gewoon geaccepteerd dat dat het plan is, hè, om zijn vrouw en zijn kind de dood in te jagen. En daar heeft hij vrede mee. Hij gaat dat gewoon accepteren. Dat zegt hij. Wat mij gewoon opvalt is het gebrek aan emotie. Hij zegt op een gegeven moment ook van, hoe komt het dat ik zo verpest ben? Dan vertelt hij heel luchtig over zijn jeugd. Dat hij zo gemaakt is dat hij er niks aan kan doen. Het komt allemaal door zijn opvoeding, zijn shitty family life. Hè, om het maar even zo direct te citeren. Hij was te lelijk, niemand gaf om hem. En hij realiseert zich ook hoe sneu hij is, pathetic, hè? Hoe triest hij zichzelf vindt vooral. Allemaal opmerkingen die de situatie ook ontzettend verdrietig maken. Deze man had hulp nodig, voelde zich alleen, depressief en is letterlijk in zijn hol gekropen en heeft zich verstopt voor de wereld. Zijn extreme ideeën over het einde van de wereld, het survivalen, het preppen, het leven totaal weggevaagd van de radar, dat klonk als muziek in de oren voor hem. Voor hem was het geen praktisch ding. Voor hem leek het meer een fantasiewereld. Iets waar hij naar verlangde. Dat is echt, echt super, super triest dat hij zich zo gevoeld heeft. Hij komt ook echt wel somber over in die video's. Hij heeft zijn interesse in alles verloren, kan zichzelf ook niet meer motiveren. Het enige wat hem nog een goed gevoel geeft en nog enige betekenis geeft is het bouwen van die bunker. En dat is onderdeel van zijn identiteit geworden. Of althans, het is zijn identiteit geworden. Op 5 mei 2012 is er een speciale dienst gehouden voor Lynette en haar dochter Kayleen. Onder andere het geld wat gevonden werd in de bunker van Peter. Dat werd gebruikt voor het oprichten voor een speciaal studiebeursfonds. Uit naam van Kayleen Keller. Het heet dan ook de Kayleen Keller Memorial Scholarship. Met deze studiebeurs kunnen studenten aan een bepaalde school studeren om uiteindelijk game designer te worden. Het heet de DigiPen Institute en dat is een studiebeurs die dus opgericht is voor mensen die dezelfde doelen in het leven hadden als Kayleen. Het is echt prachtig dat dit natuurlijk in het leven is geroepen. Maar wat een triest verhaal is dit. Alleen maar verliezers. Stel je voor dat die man hulp had gezocht. De juiste hulp had hem al zo'n ander beeld kunnen geven. Als je ziet hoe hij met zijn gezin omging en wat voor masker hij droeg en wat een ontzettende last dat ook voor hem moet zijn geweest. En dit zijn eigenlijk toch wel de meest gevaarlijke mensen. De mensen aan wie je het totaal niet merkt. Ook als je die familievideo's ziet. Het is gewoon niet te bevatten dat je daar een toekomstige moordenaar op ziet. En soms heb je nog wel eens ouders, weet je wel, die best wel wat trekken laten zien. En gemeen zijn richting het gezin en de kinderen. In Pieters geval, er was helemaal niks aan op te merken, behalve dat hij gewoon veel tijd spendeerde aan zijn uit de hand gelopen hobby. En dat maakt dit verhaal natuurlijk echt ook zo verschrikkelijk eng. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat jullie vinden van dit verhaal. En wat jullie vinden van de videotapes van Peter Keller. Dat is iets waar ik keer op keer weer van schrik als ik het zie. Ook gewoon het vloggen van dat hele gebeuren ervoor. Dat je echt zoiets hebt van, hoe bestaat dit? Hoe kun je het ene moment zo vrolijk op de diploma-uitreiking van je dochter staan en het andere moment het hebben over hun moorden? Hoewel het wel cryptisch was, maar achteraf weten we dat het plan waar Peter het al die tijd over had, ging over het vermoorden van Lynette en Kayleen. Mochten jullie nog zaken hebben waar ik het in het vervolg over zou moeten hebben, laat het mij vooral weten. Het is echt een intens verhaal. Dus laat me ook weten wat jullie hiervan vonden. En blijf natuurlijk dit verhaal ook in onze podcast Moordkast. Dat doe ik samen met mijn broer. Is exclusief te beluisteren via de app Podimo. Wil je daarvoor lid worden? Ga naar podimo.nl/moordkast en zorg ervoor dat je die 30 dagen gratis pakt. Kun je in ieder geval 30 dagen onbeperkt naar onze podcast luisteren en alles wat Podimo nog meer te bieden heeft. Dus zorg ervoor dat je aanmeldt. Volgende week ben ik er weer met een nieuw verhaal. Dus tot dan en bedankt voor het kijken.